Het is maandagmorgen. Zo'n maandagmorgen als iedere andere. Als we de deur naar de living open doen, hangt er een rare sfeer in de lucht. Ik krijg een vreemd gevoel en ben onrustig. Paniek slaat toe nadat er iemand is flauwgevallen. Bloed en voeten. Iedereen zit met vragen die onbeantwoord blijven. Als we te horen krijgen wie het slachtoffer is, slaat onze angst om in verdriet. Mevrouw Karnas is vermoord. De collegestraat kleurt felblauw door de sirenes van de hulpdiensten. Agenten stormen de school binnen. De verschillende blauwe, kostuumdragende mannen geven ons een gevoel van onveiligheid. Ook al zijn ze hier juist om de orde te herstellen. Aan het einde van de dag keren de agenten terug. Dagen later hebben we nog steeds geen nieuws van hen gekregen. Daarom besluiten we om zelf op onderzoek te gaan. Dit vindt plaats in de oude wijnkelder van de priesters. Waar nu geen wijn meer staat. Nip daar eens aan. Amazist. Tot spijt van sommigen onder ons. Wanneer we de volgende morgen naar school wandelen, passeren we meneer Raaimakers zijn busje. Uit nieuwsgierigheid kijken we door het raampje. En we schrikken enorm als we hem daar bewegingsloos zien liggen. We bellen onmiddellijk de politie. Gelukkig zijn ze heel snel ter plaatse. Ja, zal ik doen? Wat hen al gauw opvalt, is dat bij het lichaam van meneer Raaimakers een middagpasje ligt. Net zoals bij het lichaam van onze meest geliefde leerkracht Engels, mevrouw Karnas. Zwaar geschokt keren we terug naar de wijnkelder en we proberen verder te gaan met ons onderzoek. We kunnen het hier niet zomaar bij laten. De politie doet naar onze mening niet genoeg haar best. Wat opmerkelijk is, is dat beide slachtoffers leerkrachten Engels zijn. Ook lag er bij hun lichamen telkens een middagpasje. Dit spoor leidt ons meteen naar mevrouw Mostmans, die eigenlijk door iedereen gewoon Katja wordt genoemd. Zij is verantwoordelijk voor de middagpasjes en niemand anders op school heeft het recht om ze af te nemen. Toch begrijpen we niet waarom Katja in staat zou zijn om zoiets gruwelijks te doen. Dat is die tekst van Katja Mostmans hier, over die uitwisseling. Ja, ja. Kan er niet meer uit. Kun jij die dingen lezen? Ja, maar snap? Je weet dat niet. Wat? Katja heeft wel selectie. Ze is daar heel gevoelig voor. Katja Mostmans? Dat ligt echt heel gevoelig. Ik had dat misschien niet mogen zeggen, maar ja, dat is zo duidelijk. Dus je moet er wel zelf niet over aanspreken. Dus dan gaan we dat gewoon zelf een beetje aan doen. Ja. Tot op de dag dat we ontdekken dat ze dyslexie heeft. We proberen haar zoveel mogelijk in het oog te houden, maar ze vertoont nagenoeg geen vreemd gedrag. Ons onderzoek vordert niet. Totdat enkele dagen later twee politieagenten met het autopsierapport van meneer Raaimakers komen aangehold. Omdat deze agenten in hun stoere blauwe kostuums zich geen raad meer weten met het onderzoek, mogen wij het rapport inkijken. Uit de resultaten blijkt dat er nagellak werd gevonden op het lichaam van meneer Raaimakers. Toch zitten we nog met een groot probleem. Onze hoofdverdachte draagt nooit nagellak. Dus we zitten helaas op het verkeerde spoor. De hele situatie begon al tijdens de Parijsreis. Mevrouw Karnas zou haar voet hebben omgeslagen, maar niks is minder waar. Dit was slechts een excuus om te verdoezelen dat mevrouw De Breuker haar met opzet deed struikelen. Ondanks het opzettelijk incident gaf mevrouw Karnas niet toe. Ze behield haar uren en liep tot het eind van de maand september met haar pijnlijke voet rond. Toen werd onze taaie tante vermoord. We denken met pijn in ons hart nog vaak terug aan haar. 2 weken na haar dood werd mevrouw Karnas vervangen door meneer Raaimakers, die ondanks dat hij intramaris was, toch de bijnaam Patje kreeg. Hier was mevrouw De Breuker niet mee gediend. Nu ze mevrouw Karnas uit de weg had geruimd,
kon ze nog steeds haar uren niet overnemen. Ze besloot om meneer Rijmakers dan ook maar te doen verdwijnen. Wie had dat ooit durven denken?